Wij openen in dit middaguur de heilige schriften, Gods heilige en onfeilbare woord. En wel bij een gedeelte vanuit het Nieuwe Testament, bij het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes en daarvan het vijfde hoofdstuk. En met de bede in het hart om hulp en om wijsheid van boven wensen wij ook in dit middaguur in de afgelopen tijd ook stil te staan bij hoe dat de Heer Jezus hier op aarde na het feest der Joden, onze kanttekenaren zeggen hierbij dat is geweest het paasfeest, dus nadat Christus gedoopt is geworden door Johannes. En daar heeft hij ook grote wonderen gedaan, waar er in die tijd vele menigten van kranken, blinden, kreupelen en verdorden. Denk aan die man met die verdorde hand daar lagen. En wachtende op de roering van het water. En daar was ook een man, daar staan we in deze middag in het bijzonder bij stil, die al 38 jaren krank daar gelegen had, daar bij dat badwater. Dat water van de Heer Jezus Christus in Johannes 4 heeft gesproken, het water des levens, waar hij spreekt, en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten, maar van dat levende water, dat wordt gezegd, maar zo wie gedronken zou hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Dus daar is dat water nodig, hier op aarde, maar bovenal dat geestelijke water. En wie van dat water gedronken zal hebben, zal nimmer meer dorsten. Die man die lag al 38 jaren krank. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, hè? 38 jaren krank. Zich niet kunnen beroeren. Alleen op die beroering van dat water, maar hij was telkens de laatste. Kom, laten wij dat gedeelte lezen vanuit Johannes, Johannes 5. Dan stellen wij voor om de eerste 25 versen te lezen. Na deze was een feest der Joden. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neder op een zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. En die daar eerst in kwam naar de beroering van het water, die werd gezond. Van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu al lange tijd gelegen had, zeide tot hem, wilt gij gezond worden? De
Kranke antwoordde hem: Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was Sabbat op diezelfde dag. De Joden zeiden dan tot hem, deze die genezen was: Het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen. Hij antwoordde hun: Die mij gezond heeft gemaakt, die heeft mij gezegd: Neem uw beddeken op en wandel. Zij vragen hem: Wie is de mens? Zodat hij met een hoofdletter. De mens die u gezegd heeft: Neem uw beddeken op en wandel. En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was. Want Jezus was ontweken, alsof er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij de dingen op de Sabbat deed, de Shabbat. Jezus antwoordde hen: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen op de Shabbat brak, maar ook zeiden dat God zijn eigen Vader was, zichzelf een goden even gelijkmakende. Jezus dan antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat niet doet, want zo wat die doet, doet hetzelfde ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft een Zoon lief en toont hem alles wat hij doet, en hij zal hem grotere werken tonen dan deze, omdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven, opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die niet de Zoon eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar, zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft, hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit een dood overgegaan in het leven. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Tot zover de schriftlezing vanuit Johannes 5. Willen wij de Heere vragen om zijn onmisbare zegen over het gelezen woord. Worden mocht het zijn ook de opening van onze harten voor dat woord, door het dierbare werk van de Heilige Geest. Willen wij een gebedje proberen te doen. Heilige en rechtvaardige, alomtegenwoordige God in de hemel, u drieënig, volzalig, eeuwig opperwezen, zeer te vrezen. Nu hebben wij een gedeelte gehoord vanuit uw heilig en onfeilbare woord. Zo'n grote parel in die Bijbel van het Nieuwe Testament, waar u die parel van grote waarde
schittert. Ach, nu smeken wij u dat die blinde zielsogen en die kranke ledenen van ons lichaam, maar bovenal van onze geest, daar worden aangeroerd door u. Door het werk van de Heilige Geest. Zo even hebben wij gehoord die ernstige spraken. Die man die 38 jaren krank daar aan dat badwater gelegen heeft. Waar een engel naar beneden daalde om dat water aan te roeren. Maar hij had niemand om hem daar op tijd in dat water te werpen. Misschien wel op dat rustbedje gelegen van deugden en plichten. Hij werd beproefd, op de proef gesteld. Later, waar de Heer Jezus tot hem kwam, neem uw beddeken op en wandel. Dat die fontein van levend water zou uitspruiten, ook over die leden en over die ziel van die kranke man, 38 jaar krank. Dat de Heer Jezus hem vond. En u weet ook welke vreugde dat gaf in de ziel, toen wij dat lazen, dat de Heer Jezus hem vond in de tempel. En daar met mededogen aankeek, gaat heen, zondig dan niet meer. Blijf niet wie je bent. Smeek aan de genade troon, opdat het niet des te erger zou worden. Dat doden zouden horen, de stem des Zonen Gods. En die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Dat is een zullen van uw waarachtige goed. Van uw eeuwig drieënig, volzalig welbehagen. In de tijd geopenbaard, in dat badwater der wedergeboren. Wedergeboren uit water en geest. Zo nodig bij u vandaan. Dat die ruisingen des geestes nog eens gehoord zouden mogen worden. Ook in dit land. Dit land dat zich wegzondigt. Dit land vol van duistere moordspelonken. En dan die grootste moordspelonken in eigen hart en leven. Heren, waar vele stemmen opgaan. Waar velen ook zich hebben opgemaakt deze dag om naar uw huis te gaan. Wilt u de prediking door uw ware geroepen knechten die uitgestoten zijn in de wijngaard nog zegenen, dat er een bazuin, een helder en een zuiver geluid zou mogen schenken. Niet een onzeker geluid, maar een helder en een zuiver geluid. Zoals in die landen daar klonk, daar bij Bethlehem, daar bij het beloofde land te Cana, daar te Jeruzalem, waar de stammen opgingen naar uw naam genoemd. Ach, naar uw naam genoemd. Want er is zoveel uiterlijke vorm. Zoveel wat u niet kan behagen, waarvan u spreekt. Doe dat getier van voor mijn aangezichten weg. En dan mogen wij voor de derde maal uw woord openen. Wilt u de zegen schenken van boven? Want aan uw zegen is alles gelegen. En nu hebt gij ons geleerd hoe daar voor te bereiden. En dat als een dierbaar geheim in ons hart, geschonken door uw geest, waar er ook wel zijn die ons aanspreken en die ook wel van die gaven willen hebben. Gelijk als een Simon de tovenaar die achter die apostelen aanging. Maar het betaamt niet om de parelen te werpen voor de zwijnen. Maar waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van vet en dan doet gij het alles ten zegen gedijen.
opdat de mens zou verdwijnen en u in die mens zou verschijnen. In die smeekbede, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drieëne God, zij al de ere. Opdat kreupelen, blinden, blinde zielsogen geopend zouden worden en harten gewederbaard. Dat dat bloed toegepast zou worden in de zielen. Daar die strijd des geloofs zou mogen worden aangevangen. Omdat u, als die banier dragen boven 10.000, die blanke en die rode borg daarvoor opgaat. Achter u aan. U te volgen. Want u heeft de wonderen en tekenen gedaan. 5 broden en 2 visjes voor die ganse scharen. Voor 5.000 zielen. Daar alle gespijzigd en gelaafd. Ach, maar dat zag ook op uw lichaam. En op uw vergoten bloed. Al die tekenen, die wonderen. Heer, dat we toch niet alleen bij het wonder zouden stilstaan. Maar dat we bij u de weldoener zouden komen. Tot eer uw vaders, tot roem uw naams die heerlijk is. Sterk ons, help ons. Dat we ons niet zouden overgeven aan de moeitevolle omstandigheden. Maar dat we alle zorgen en verdriet heel eerbiedig in uw handen zouden mogen leggen. Kinderlijke oprechte vrezen goed die u wil schenken. Zoals een vrouw eens zei, ja die prediking, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want de zulken is het koninkrijk Gods, daar u. De Heere Jezus dat heeft gesproken vanuit uw woord. Tot beschaming van de vrome godsdienst. Waarin de levende God wordt gemist. Omdat er een knielen en een bukken en een buigen zou zijn voor u. Een afsnijdende werk van uw geest. Door het zwaar des geestes in de zielen. Ach Heere, zie zo aan. En ieder die in nood is. En ieder die in de gevangenissen van moeite zijn. Psychisch lijden. Het menigmaal niet meer weten. Die niet meer weten of dat ze van voren of van achter leven. Wilt u ook met de zulken zijn. En die het ook moeten betuigen. Ga ik voorwaarts, ik zie u niet. En ga ik achterwaarts, ik bemerk u niet. En daar op dat armste plekje moeten komen. Dat achterste plekje daarachterin, die synagoge en die tempel. En daar de ogen niet op durven even naar omhoog. Slaande op de borsten, niet op hun hoofden. Want het moet een voet lager zakken tot in de harten. O God, wees mij de zondaar genadig. En dat is dan toch de beste plek. Te mogen zien op dat brandofferaltaar. Op dat lam dat geslacht is. Op u. Zo ook van het Oude Testament. Door de traliën des geloofs. Te zien op u, dat dierbare lam. Wilt u allen goed en erbij zijn. Die met de zorgvuldigheden van het leven daardoor moeten. En ieder zo zijn eigen pad. Maar wilt u ons brengen op dat pad van u. Dat u onze voetpaden vast zou maken. Door uw woord en door uw geest. En dat die lamp voor de voet genoeg zou zijn. Genoegzaam. Heilzaam.
overvloeiende. Want u bent het, die leven aan de zielen wil schenken. Zo bidden wij ook voor uw volk, Israël, de beminden om der vaderen wil. U weet waar ze verstrooid zijn over deze aarde. Ach, niet alleen in Israël, waar nog messiaans beleidende Joden zijn, maar ook over landen in Europa, maar ook daarbuiten verstrooid. Heere, waar u Abraham, de vader, alle gelovigen hebt willen doen sterken, daardoor die grote verre gezichten, door die visioenen heen, zo groot als het tal aan de sterren aan de hemel zal zijn, zo zal daarvoor zijn zaad gezorgd worden. En als de zand aan de oever van de zee, dat is uw genade klaarblijkelijk getoond aan een Abraham en daarin de vader, alle gelovigen, wilt u dat oprechte geloof schenken, dat eenvoudige harten maakt, omdat u, zo hebben we het gehoord vanuit 116, die eenvoudigen schept een nieuw rein hart, die zondaren van dood levend maakt, die u wil schadeslaan, die uitgeteerd liggen, maar u zag op ons neder. Keer mijn ziel tot uw ruste wee, om zo op te mogen gaan naar uw huis, naar uw tempel zangen. Ook voor Israël wilt u de schellen van de ogen afwerpen en de deksels van hun harten wegnemen. Zo bidden wij voor uw bondsvolk. Ach, er is zoveel, ook in deze tijd waar oorlogsgeweld is, rampen, noden, waar mensen van haard en huis verdreven zijn. Niet alleen in Israël, maar ook buiten Israël, waar gegijzelden zijn, maar waar ook weer gegijzelden weder over en heen en weer gebracht zijn. Waar de mensen daar weer elkander mochten ontmoeten. Daarin zien wij ook uw hand. Het is alles uw hand die grote daden doet. Wilt u ook zijn met ons persoonlijk? Persoonlijk, u weet wat wij nodig hebben voor de ziel, maar bovenal voor de eeuwigheid. Dat we gesterkt zouden worden. Bekeer nog tot u de levende God, de God van vader Abraham, Isaac en Jacob, later Israël genaamd. Maar ook een Elia, daar uw wonderbare blijken heeft mogen doen ondervinden. Waar hij op de knieën ging, met dat hoofd tussen de knieën. En de God Abrahams, Isaacs en Israëls mocht aanroepen. Opdat er nog van de zelken geboren zouden worden in Sion. Want eeuwiglijk zal toch bloeien die gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. U de zoon des mensen, waar u mens wilde worden, het vlees geworden woord, het onder ons heeft gewoond. Waarvan gij ook zegt in Johannes 5, dat gedeelte hebben wij niet gelezen, maar er staat ook, onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. U bent die levensbron, opdat daar die dorstige zou gelaafd worden in dat water bij u vandaan, dat levende water. Maar die schatten van uw eeuwige gunst, die goede tierenheid bij u vandaan geschonken worden, dat is zo groot. Hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Want buiten u, o Heer Jezus, buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Buiten u is daar de dood. Ach, Heere, nu smeken wij u, zie ons aan. Zoals gij een blinde Bartimeus hebt opgezocht. Zelfs die blind geborene
het dochtertje van Jairus hebt opgewekt uit de doden. U bent het die ook geestelijke blinde zielsogen wil openen. En dat ook doet. Ze schoonwast, reinigt van alle vuile zonden. Stenen hart uitneemt en een nieuw rein hart wil schenken. Och Heere, leer ons alle tezamen. En u weet het ook hier op ons dorp dat er, ja, hoe diep verzonken ook, maar dat we de Nederlands hervormde kerk toch ook lief hebben. Heere, en dat er ook nog zijn, al dat er nog een blikje van uw gunst mocht wezen. En dat er nog een liefde mocht zijn. Ach, en dan zit het niet altijd in dat uiterlijke kleedje. Maar zit inwendig, in die liefde. Zo, als u gewerkt hebt ook hier op ons dorpje. Zoveel eeuwen lang. Zoveel hebt willen doen wederbaren. Dat zelfs uit de mond der zuigelingen uw naam en uw lof gehoord zou worden. Tot eer uw naam, tot roem uw naam die heerlijk is. En heeft hij ook wel bestendig willen doen maken hier op dit dorp, dat u wil wonen onder de lofzangen Israëls. En dat is de bazuinklank van deze omgeving, dat hebt u geschonken. En dat die bazuinklank bij u vandaan daar mocht klinken, tot lof en roem uw naam die heerlijk is. In de landen, ja overal, wereldwijd, ach Heere. Dank u wel voor alles wat u geschonken hebt. Heere, dat we u daarvoor zouden danken in die weldaad die u schenkt in de zielen. Ach, dat is zo groot. En hoe groot bent u. En uw goedheid is niet af te meten. Onpeilbaar diep is uw genade. In het schenken, o Vader van uw Zoon, in het wederbaren door uw geest in de harten, om u daarvoor te prijzen, de weldaan die u wil schenken aan armen uit genade, hulp het en verlossing doen tonen, gij slaat hun zielen gade, zie zo aan. Om uw naams wil, niet om enige grond in onszelf, maar in de wegneming onze zondeschuld, om dat dierbare bloed des verbonds, om Jezus willen. Amen. Zo in deze derde Bijbellezing, gedeelte naar aanleiding van Johannes 5. Wat wij gehoord hebben. En waar daar velen kranken, blinden, kreupelen, verdorden. Dan kan die man met die verdorde hand, waartoe de Heer Jezus ook zijn genade heeft willen doen tonen, strek uw hand uit. Moest zijn hand uitstrekken. Het ongeloof zegt, doe het maar niet. Maar dat geloof geschonken in de harten, dat zegt daar amen op. En daar hij zijn hand uitstrekt en hij werd genezen. Hoeveel tekenen en wonderen heeft de Heer Jezus wel niet willen doen. Vermenigvuldiging van brood en vis. Maar ook vooral blinden. Het lieflijke licht geschonken. Blinden. Dochtertje van Jairus opgewekt uit de doden. Die blind geborene. Aangeroerd. Die 10 melaatsen bijvoorbeeld. Gereinigd. Waar ze naar de priester moesten, de hoge priester, om te tonen of dat zij werkelijk genezen waren. Die melaatsen, u weet het wel,
die buiten die stad waren. Er was ook zo'n badwater vanuit Johannes 5. En een grote menigte van kranken, blinden. Maar ook tussen al die mensen daarachterin ziet u hem daar liggen, op zijn bed. 38 jaren krank, 38 jaren. Dat kunnen wij ons niet instellen. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Moet je maar eens vragen aan iemand die u kent, die verlamd is. Natuurlijk met veel schroom. Met veel liefde. Het is niet te bevatten voor iemand die kan wandelen. Wat het is om krank te zijn. Of u moet wonderlijk zijn genezen. De Heer Jezus, hij wilde grote wonderen doen, ook heden ten dagen. Zijn liefste werk voor het oog zijns vaders. Om de wil zijns vaders te doen, die in de hemelen is. Eén is uw meester. De wil zijns vaders. In gehoorzaamheid. In die dienstknechtelijke gestalte. 38-jarig kranken. Een zeker mens dus. Waarschijnlijk van Joodse komaf. En na dat feest der Joden, waar Jezus opgegaan is naar Jeruzalem, dat is het paasfeest, zeggen onze kanttekenaren. Het feest van de oogst. Onze kanttekenaren zeggen hier ook bij dat het paasfeest nog wat langer duurde, dus de tweede Pasen. Dat is na de doop van de Heer Jezus. De Heer Jezus door de Johannes de Doper is gedoopt. Daar in dat water. Daar hij zelf die bron des levens is. Hij wilde van mensenhanden gediend worden. En waar de duif in de gedaante van een geest, van de Heilige Geest, op zijn gezegende middelaarshoofd nederdaalde. Hoe groot, hoe wonderlijk. Grootmachtig zijt ge, God. Ja, eindeloos in vermogen. En daar ook die genadestroom. Bekeert u. Bekeert u. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Gijlieden moet wederom geboren worden uit water en geest. Hoe heeft de Heer Jezus zijn algehele liefde willen doen uitstorten. Wat moet het zijn geweest als hij daar de aarde betrad, hè? We in de afgelopen jaren ons daar ook zo in mogen verlustigen. Dat alleen al die gedaante waar hij voer op den berg, waar hij de hoogte betrad en waar hij door Jeruzalem heen ging, maar ook door Samaria heen ging. Alleen al zijn ogen, zijn doen, zijn laten. Het was al een prediking op zich. In mededogen. Ogen van ontfermingen. Vaderlijke mededogen. Bij hem zijn die milde handen. Die vriendelijke ogen, ja, bij hem al van eeuwigheid. Gods geliefde Zoon, de welke hij al zijn welbehagen heeft. Wat een grote mededogen, dat hij die grote menigte van kranken en blinden en kreupelen wil opzoeken. Maar ook dat badwater daar voorgesteld, onze kanttekenaren zeggen daar, een groot water, een vijver, van de welke men leest in 2 Koningen 20 vers 20, waar ook offerdieren, beesten zijn gewassen. En dan moeten wij als die grote beesten gewassen en gereinigd worden. Ook een Asaf zich erkende als een groot beest bij God. Dat bokkenbestaan, dat
het opstandige bestaan te moeten inleven als een ongewend kalf. Dat hij de gebiddende toom in de monden legt van dat briesende paard dat eindelijk moet sneven. Sneven. Gedempt. Welzalig is de mens wie wat aan gebeuren. Dat God van boven ingrijpt. Door zijn geest gaat werken. Dat God naar recht niet wil schuldig keuren. Daar hij het vonnis heeft moeten aanvaarden. Doe wat goed is in uw heilige ogen. Uw gramschap dubbelwaardig. En die 38-jarige kranke. Daar liggende op zijn bed. Misschien wel een hoop gehad, ja. En dan op dat rustbedje. Maar waar de rust opgezegd moet worden. Die rust van al die deugden en plichten om nu aan het einde gebracht te worden van de wet. Want, o, Christus is die wetsvolbrenger. In hem is die bloedfontein geopend al van eeuwigheid tegen de zonde, tegen de onreinheid. En daar te Jeruzalem, daarbij die schaapspoort, moet een hele drukke plaats zijn geweest, zeker in die offertijd, daarbij het pasende offerfeest, waar ook offeranden werden gekocht. Een schapenmarkt is daar geweest. Daar bij die schoon, bij die poort. Bij dat padwater. Aan de schaapspoort. De schaapspoort. Mooie naam, hè? Ja. Bijbelse naam. Evenals die schone poort. Want wat God doet, dat is wel gedaan. Daar offerdieren werden gekocht en verkocht en ingebracht. Dus daar nabij is de tempel geweest, ja, bij Jeruzalem. Hoog gelegen, die tempelberg, waar de offerandendiensten werden gehouden. Maar ook een badwater waar alle kreupelen en kranken lagen. En die engel die daar nederdaalde in dat water om dat water te beroeren. Er waren erbij, die waren er gedragen, maar het is ook een les. Oh, wat een les. Die 38-jarige kranke man. Oh, niemand zag naar hem om, hoor. Nee, hij werd daar niet gedragen. Hij was altijd als laatste. Hij kon zichzelf niet helpen. Hij kon niet gaan. Denk aan die geslagen Jood aan de kant van de weg. Kon zichzelf niet helpen. En er waren ook mensen die bekommerden niet over hem. Waarschijnlijk heeft hij geen familie meer gehad. Wat erg. Zo kunnen we ook wel eens in onze tijd kijken, hè? Ja? Hoe is het in onze tijd? Ziet u nog naar uw naast om? Een beetje zo achter de rug, zo een beetje roddelen, hè? Verander. Vreselijk. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Om in gebed te gaan voor uw naaste, zelfs uw vijanden, lief te hebben als uzelf. Niet de ongerechtigheden van die vijanden lief te hebben, dan verstaat u het niet. Maar die vijanden lief te hebben, die hebben ook een ziel. Geschapen voor een nooit eindigende eeuwigheid. Ziet u om naar de naaste? Na verloop van tijd, ja. Ja, die is niet te helpen. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. Als iemand wat mankeert. Handicap heeft. Ziet u daar naar om? Ik zeg heus niet dat je heel de wereld op je nek moet nemen. Dat kan niet. Heel de wereld op uw nek nemen, dat gaat niet. Het werd vroeger ook gezegd tegen mijn moeder. Toen ze pas trouwde. Zei wijlen dominee Blom tegen haar.
Ik heb nog nooit zo'n vrouw ontmoet als jou. Hij zei, je kan niet de hele wereld op je nek nemen. Toen zei hij, denk aan dat mannetje Atlas. Je kan niet de hele wereld dragen, je kan niet voor iedereen tegelijk zorgen. Altijd maar zorgen, zorgen, zorgen. Maar ook aan jezelf denk. De Heer Jezus heeft in ontferming die grote menigte van kranken door het badwater en die blinden, die kreupelen, verdorren, genezen. Die engel die daar nederdaalt in dat water. Maar die zekere man van 38 jaar kranken, Jezus ziende, hij wist al dat hij er zo lang was. De Heer Jezus wist, weet alle dingen. Hij weet alle dingen. Heb je daar je eigen ook wel eens in mogen verlustigen? Mogen verblijden? Dat bij de Heere uitkomsten zijn zelfs tegen de dood. Maar ook dat Hij alle dingen weet. Hij weet alles. Hij weet van uw moeite, uw zorgen, uw beproevingen, uw noden. Opdat men alles in zijn handen legt. Heel eerbiedig. Die smeking. Heer, hij maakt mij uw wegen. Door uw woord en door uw geest bekend. Ach, leer mij. De weg door u bepaald. Leer mij hoe die zijn genegen en waarheen ge uw treden wendt. God is een geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Noodruftigen zal hij verschoon. En armen uit genade. En zijn hulpen ter verlossing doen toon. En hij slaat een ziel gade. En dat die man daar ligt. Het is hopeloos bij de mensen. Hij ligt daar. De banden in de strikken en de boeien. Zo even gehoord uit Psalm 116. Ik lag gekneld. Als dat zielsbevindelijk gaat ondervonden worden, dan heb je niet meer zulke woorden. Maar dan gaan die banden en die boeien pijn doen. Ik lag gekneld. In de banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen. Maar ik riep de naam des Heeren aldus aan. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. Maar hij heeft ook recht op uw leven. Elk moment. Ieder moment. Ieder ogenblik. Niet alleen in tegenspoed als het een keer tegen zit. Maar ook in voorspoed. Voorspoed. Dankbaar in tegenspoed geduldig te zijn. Zoals ook onze Heidelbergse catechismus ons leert. Waar Casper Olevianus en Zacharias Ursinus. Daar die wonderlijke catechismus op grond van Gods woord. Hebben mogen doen optekenen. Waar de Bijbel als grondslag is genomen. Zulke schatten van genade. Goud mij. We hebben dat gedeelte niet gelezen van Johannes 5. Het gedeelte waar gesproken wordt. Onderzoek de schriften, want deze zijn die van mij getuigen. Gij meent in dezelfde eeuwige leven te hebben. Maar dat is het toch. Hij werkt door woord en door geest geleid. We hebben de Bijbel 3 maal mogen openen in de afgelopen tijd. Er is de rust al opgezegd in deze wereld. Deze wereld die in het boze ligt. Deze wereld die ligt in het boze. Die bloedt uit duizenden wonden. Die ondergaat in haar liefdeloosheid. En die aanslagen die er zijn geweest in Israël. Op het Loofhuttenfeest. 7 oktober.
Niemand zag het aankomen, die aanslagen. Maar de vijand staat voor de poort. Dus elke keer weer opnieuw, zo is het nou geestelijk ook, dat die rust zou worden opgezegd. Die vijand staat voor de poort, die driekoppige doodsvijand. Het is niet te zeggen waarin de mens gevallen is. Die zonden, al mijn misdaden en mijn zonden, waren zeer groot en zwaar. Maar uw goedheid niet ondoorgronden, vergaf die al voorwaar. Uw ziel is kostbaar, geschapen voor een nooit eindigende eeuwigheid. Die kranke die ligt daar 38 jaren bij dat badwater, maar hij heeft niemand. En als niemand zorgde voor mijn ziel, als alle hoop mij gans ontviel, niemand zorgde voor mijn ziel, daar hebt gij, o God, mijn pad gekend. Dus even hebt gelezen, Jezus ziende, hij wist dat die man daar lag. De water moest beroerd worden door die engel. Maar dan had hij dat water niet eens meer nodig. Want Christus, de Heer Jezus, hij is het water des levens. En hij zei tot hem, sta op, neem uw bed en knop en wandel. En door de naam van de Nazarener, de Heer Jezus Christus, terstond werd de mens gezond en zijn bed en knop nemen en wandelde. Ja, het was daar, Shabbat. Was daar de eerste dag van de week. Shabbat, rustdag, die zaterdag. Ja. Ja, die Joden, die, dat zal hij erin. Ja, ze wisten wel, ja. Ze wisten al die wetten, 613 wetten, ja. Gebod op gebod, regel op regel, zeker, wisten ze. Ze zochten Jezus en ze spraken hem aan. Het is op de Shabbat niet geoorloofd het beddeken te dragen. De Heer Jezus, hij heeft hem genezen in de liefde, in de barmhartigheid. Die gunsten, zoals de zieken in de ziekenhuizen hier in onze tijd ook vanzelf verzorging moeten hebben, zo is het ook geoorloofd om daar zorg voor te dragen, om daar voeding te geven, alles wat nodig is, wassen, reinigen, alle zaken meer. Liefde. 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 Dat kenden zij niet. En ze spreken tot die man. Het is Shabbat, het is niet geoorloofd uw beddeken te dragen, maar die mij gezond weet, die heeft mij gezegd, neem uw beddeken op en wandel. Wat de Heer Jezus zegt, dat mag, dat moet. De Heer Jezus was weer wedergegaan naar die grote schaar. Zijn liefste werk om te prediken. Ontwaakt, ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lieden lichten. Er was een grote schare, de Heer Jezus zag die schare aan, die iedereen, ze hebben allen een ziel geschapen voor een nooit eindigende eeuwigheid en u en ik en jij ook. Hoe is het met de ziel? Weet u waar uw schuld is gebleven of legt u nog steeds in die schuld? Die schuld overnemen de borg al in uw ziel komen. Het wederbarende werk van de Heilige Geest. Dat afsnijdende werk, dat zwaar des geestes, de verdeling des ziels en des mers. Die ontwaking. Die radicale omkering, die bekering tot God. Gijlieden moet wederom geboren worden. Water en geest. Zoals dat water de vuilheid van het lichaam afwast. Ze moet ook inwendig gewassen worden. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Die mens die genezen was,
Wonderlijk, hè? Je gaat naar de mensen, naar de tempel. En verkondigt dat hij genezen. Kent u mij nog? Kent u mij nog? 38 jaar krank gelegen op mijn bed. De rust is opgezegd. Ontwaakt. Hij heeft mij genezen. Die man die is krank is geweest, hij zal getuigen. Wat die mens heeft gedaan, want eerst kende hij hem nog niet. Dat is wonderlijk, hè. De Heer Jezus gaat hem daar opzoeken in die tempel. Ziet, gij zijt gezond geworden. Zondig dan niet meer. Zondig dan niet meer. Omdat het niet des te erger worden. Die man is in de schuld gekomen voor God. Maar hij heeft ook mogen getuigen. Van die ene naam onder de hemel gegeven onder de mensen. Waardoor wij moeten zalig worden. Zijn hart is vervuld. Met de liefde Gods. In Jezus Christus. Zijn ziel is geroerd. En daar blijde uit te gaan. Getuigenis te mogen geven dat hij is opgewekt. En wat meer is, gelijk ook de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Het is alles in opluistering van Gods deugden. De wil zijns vaders te doen. De Joden, ze ergeren zich, ze willen de Heer Jezus doden. Omdat op de Shabbat die man die kranken genezen had. Ach, die Joden die zochten de Heer Jezus te doden. Want we hebben eventjes gelezen daar, Jezus antwoordde hun. En mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Ja, dat liefdeswerk. Om doden op te wekken uit een doodse slaap. Die ontwaking vanuit de dood. Ontwaakt gij die slaap, daar staat op uit de dood. En toen hij dat gezegd had, dat hij werkt op de Shabbat omdat de Vader ook werkt. Daarom zochten de Joden hem nog meer te doden. Dat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zei dat hij God zijn eigen vader was. Zichzelf een goden even gelijk maken. Maar zij ergerden zich daaraan. Want zij hadden een heel ander godsbeeld. Hoe zit het niet in onze dagen, hoe velen wel een bepaald godsbeeld hebben. Maar dat altijd weer op de verkeerde plaatsen zoeken. Maar als je bekeerd wil worden, dan moet je onder de middelen komen. Zo hebben ook onze oude leraars dat op grond van Gods woord heel eenvoudig verkondigd. Als je getroffen wil worden in je ziel, maar de mens wil dat van nature niet, hoor. Als er een verlangen geboren wordt, dan moet je onder Gods woord komen. In Gods huis. Onder de genademiddelen. Waar het zichtbare sacrament wordt bediend van doop en heilig avondmaal. Maar ook onder de diensten door de week. Of bij lezingen op scholen, waar dan ook, of ach zelf, dat woord te onderzoeken en op de knieën te gaan, te bidden, zet Heer uw licht en uw waarheid neder.
dat die mij geleidde op heel mijn levenspad. De Heere Jezus heeft altijd de wil zijn vaders gedaan. Het is een overeenstemming. Drie enig wezen. Waarvan wij zingen in de psalmen. Geloof zij God dat eeuwig wezen. Bekroond met mogendheden. De Heer in Israël geprezen. Doet wonderen. Hij alleen. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt. Alzo maakt ook de Zoon levend. En dan gaat de Heer Jezus spreken over het dierbare werk zijns vaders. Daar in het einde van de 22e. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven. Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die niet de Zoon eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Er zitten ook zoveel lessen in. Die Vader en de Zoon en de Heilige Geest, ze zijn zo verbonden. Maar ook zo verborgen. Dus daar die opwekking uit de doden toe nodig. Voorwaar zeg ik u die mijn woord hoort en gelooft. Hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. En komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Blinden de zielen ogen geopend. Kranken genezen. Daar in dat uurtje van Gods welbehagen. Voorwaar zeg ik u. De uren komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem des Zonen Gods. En die ze gehoord hebben die zullen leven. Geloof is nu uit het gehoorde woord Gods. Waarvan de dichter van Psalm 27 mag getuigen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer. God vrucht de schaar uit moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. Doorgrond mij, die bede elke keer weer opnieuw. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Zul daar een schadelijke weg zijn, leid mij op die eeuwige weg. Was dan op in de kennis en in de genade van onze Heer Jezus Christus. Hij is het die doven doet horen, blinden het liefelijke licht wil schenken, kreupelen wil doen laten springen als een hert, om daar ook te mogen getuigen in dien tempel. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest, sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Riep God en Heer niet vruchteloos aan, mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Hij is het waar het harte gaat heen, want buiten hem, die dierbare borg en middelaar, buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het is van tweeën één, of u bent dood, of u bent door genade levend gemaakt. Leef in uw bloeden leven, dat uurtje van Gods eeuwige welbehagen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij is het die tot mijn ziel heeft gesproken. In haar geween, zeg hij, ben u heil alleen. Dat goed dat nimmer meer vergaat, dat zal hij persoonlijk ongestoord verwerven. Hij zei, God geheiligd zaad, die zal het gezegende aardrijk erven. Daarin die man, die mocht eindigen in den Heer. Maar wat de Heer Jezus hem ook later heeft opgezocht. Ik heb u gezond gemaakt,
zondig dan niet meer. Loof, loof den Heere. Mijn ziel met alle krachten verheft zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zijn, genadig wil vergeven. Uw krank heen kent, 38 jaar krank geweest, liefderijk geneest, die van verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kroon, die in de nood uw redder is geweest, die redder van volkomen zondaar, om ze te redden, om ze te trekken met de koorden van eeuwig goede tierenheid. Eerst in de banden en de boeien, met de koorden der veroordeling om de hals, denkende verloren te gaan, doorleiden tot heerlijkheid, met denken verloren te gaan. Heere, doe wat goed is in uw heilige hoop. Zie mij aan, ik heb het niet verdiend. Denkende die slag te ontvangen, maar dan een kus van het heilig recht gegroet. Psalm 85. Waar de gramschap, de hitte van Gods toren wordt geblust. Genade en paais. Vrede. Omdat God door zijn geliefde zoon zich openbaart in de ziel, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Christus zal over uw lieden liggen en in dat dodelijkste tijdsgewricht een ziel gered, met tranen willen drogen. Komt kinderen, hoort naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Ik wil op dat Gods wil betracht wat zeer een vrezen zij. In honger komt nog moed, nog kracht de jonge leeuw te vaan. Wie de Heer zoekt vroeg of laat, mist nimmer nodig goed. Hij wil uw jonge krachten, uw jonge leven. Gesproken die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Maar ook in de ouderdom. Het kan in het lieflijke heden der genade. Al die wel aangename tijd, die dag der zaligheid, die dag waarvan de pelgrim roept. O Heere, wanneer komt die dag? Dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Hij hebt mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Al mijn misdaden en mijn zonden, die waren zeer groot en zwaar. Uw goedheid niet om de gronden, vergaf die al voor wat. Ja, des Heeren vrees is rein. Je, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Dat heil en die zee, wat hij bereid heeft, tot eer van een drieënig volzalig eeuwig opperwezen. En wie roemt, die roemen in den Heere alleen. Die roemen in het vrije van zijn eeuwig welbehaag. Zijns naams wil. Dank u wel, Heer. Voor alle krachten die u hebt geschonken, ook voor deze derde maal, waar wij uw woord mochten openen. Zo bidden wij om uw zegen aan een ogenblikje rust op deze rustdag. Opdat er nog de rijkelijke zegeningen zouden mogen komen. Vergeef zo genadiglijk het ons en zie ons aan, om uw naams wil, om Jezus willen. En de uitdelging onze zonden schuld, om Jezus wil. Amen.